kom hier, kom! Meter! Meter! Hallo! Kijk, baan lopen, mag niet. Mag niet door de baan lopen, ja? Mag niet, hè? Maar waarom heb je dat? Waarom doe je dat? Er zit nog iemand in, hoor. Ja, wie moet. Nou, zo is het pleistertje. Eten is klaar, hè? Het begint hier weer lekker. Je dacht dat ik niet meer kwam, hè? Ja, ja. Ja, we kregen gisteren via Instagram in onze DM's een eigenlijk wel een heel droevig bericht. Maar tegelijkertijd ook een heel leuk bericht. Oké, komt ie. Hele goedemorgen mensen. Ik ga weer naar de Wormer. Straks naar Bergen. Jill is er, Mike is er, Camille, Chris, Nick, Golonka. Als het goed is, zijn ze in goede energie weer. Die motivatiespeech heb geholpen. Ik wil geen negatieve vlog meer maken. Maar goed, soms moet het eventjes mijn hart luchten. Ik moet zeggen dat het wel helpt. Anders zit ik alleen maar met een beetje opgekropte irritatie en ik wil niet zeggen woede, maar er is altijd wat, weet je wel, en dat hoort erbij, maar het zou lekker zijn als je gewoon lekker alleen maar meters kan maken en dan dat in één keer goed is. Maar dat is niet hoe het werkt, dat weet ik ook wel. En even nog even over vlog 154, de negatieve vlog. Ik ben op niemand boos, alleen ik doe dit werk al zo lang en ik wou ooit stoppen met dit werk, mede omdat zeg maar altijd het gejaag, weet je wel, doorgaan in de regen, zo goed betaald het ook niet in verhouding. Weet je wel, ze verwachten vet veel van je, wat op zich prima is, maar je krijgt er eigenlijk weinig voor terug, weet je wel. Want het moet altijd snel, het moet altijd af, het moet altijd goed. Al maak je 99% goed en er zit één kuiltje in, dan is het gelijk de wereld te klein, weet je, ja, dit is niet goed. Dan ga je door in de regen, dan tril je de klik weg, dan is dat weer niet goed. Maar als de weg niet op tijd gaat, is dat weer niet goed. En dat spelletje, zeg maar, dat is zeg maar normaal hero. Maar dat komt elke keer terug. En elke keer die lui die niet zeg maar dit werk doen, maar op kantoor zit of opzichter of toe weet ik veel, leidinggevende functies hebben. Ik snap het, hè, want hun hebben ook wat, zeg maar, ja, die hebben ook een deadline en moet ook verantwoorden aan iemand. Maar ja, ik ben er gewoon echt klaar mee. Elke keer dat spelletje, want het maakt toch niet uit wat je zegt of eist of hoe. Het gaat gewoon niet sneller. En nu dat er al een tekort is, weet je, er zijn nog nooit zoveel werklozen geweest als de dag van vandaag. 600.000 werklozen in Nederland. Maar er zijn 600.000 vacatures, weet je wel. En dan ga je tegen ons elke keer de lat hoog houden en zeggen dat het zo moet en dit moet en dat moet. Ja, weet je, ik ben daar wel klaar mee, zeg maar. Elke keer hetzelfde spelletje, want ik snap het spelletje wel, dat je onder druk zet en dat je dingen gaat eisen en op gaat schrijven en zo, maar ja, het werkt gewoon niet. Ja, we doen ons best, daar niet van. Het is niet dat we zeg maar niet ons best doen, maar dat blijven we gewoon doen. We gaan altijd voor 100%. Maar ja, het weer, of mensen die opkomen dagen, of machines die stuk gaan, of dat iets niet besteld is, of weet ik voor wat voor reden dan ook. Het is niet goed voorbereid. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat het misschien iets minder snel gaat. Maar het komt bij ons op ons bordje, zeg maar, omdat wij de laatste factor zijn in een renovatie van de straat. Wij moeten het dichtmaken, weet je, want dan is het klaar. En altijd, zeg maar, in die fase gaan ze altijd druk op ons zetten. Dus het hele werk, en vertraging opgelopen door weer, het riool wat niet goed was, weet ik veel wat. En dan komen ze bij ons aan en dan moet het snel en dan moet het goed. Dus bij deze mensen, 2025 zijn er nog minder mensen. Eerdaags bleek er een oorlog uit, heb je nog minder mensen, want die moeten dan naar het front. Ja, nog steeds zijn de straten die af moeten. Je moet roeien met de riemen die je hebt en je moet een beetje de mensen waarderen die aan het werk zijn. Ook de onderste, zeg maar, in de rang wij dus. Dus bij deze, alsjeblieft, doe gewoon rustig. Want ja, meer als we ons best kunnen niet doen. En we doen al meer dan ons best. Weet je, we komen nog in het weekend vaak. We staan er in de regen. Regel maar gasten die 48 uur per week werken. Regel het maar. En zeker 6 man of zo. Regel dan 6 man die komen. Want de meesten kunnen niet eens 2 man regelen. Ja, we kregen gisteren via Instagram in onze DM's eigenlijk wel een heel droevig bericht. Maar tegelijkertijd ook een heel leuk bericht.
was een berichtje van Laura. En die stuurde ons een berichtje. Dat haar vader echt fan van ons is, zeg maar. Maar hij heeft uitgezaaide kanker. En hij heeft niet lang meer. Maar daarentegen kijkt hij altijd naar onze vlogs. Hij heeft vroeger zelf ook in de wegenbouw in de machineverhuur gezeten. Hij is 54 jaar. Hij haalt heel veel energie uit onze vlogs en het houdt hem op de been nou. Hij had ook van de muziek die we erin hebben. Overigens een Vion Wegenbouw playlist hebben we tussendoor. Heel veel mensen weten dat niet. Maar hij vindt dus ook, vindt die muziek heel leuk. En hij vroeg aan ons een verzoekje of we ook een liedje willen gebruiken voor de outro, zeg maar. Dus die kennen we natuurlijk. Die gaan we ook zeker gebruiken. En dat we zuinig moeten zijn op Chrissy, ja, dat doen we sowieso. Maar wel heel bijzonder eigenlijk. Om te horen dat het hem zoveel energie geeft, dat hij naar ons kijkt en dat hij dat leuk vindt. Dus het geeft ons ook wat extra motivatie en sowieso ook een motivatie. Maar ja, het is gewoon heel bijzonder allemaal. Dat... Kijk, we filmen dit allemaal en wij zien onszelf niet als anders dan andere mensen. Maar toch dat mensen het zo leuk vinden. Dus ja, dat is echt wel een heel mooi bericht. En ik hoop dat het ook goed komt met Jeroen. Dat hij nog heel lang naar onze vlog mag blijven kijken. Want ik zou met niemand willen ruilen. Dus heel veel sterkte, Jeroen. Ook jij, Laura, met je vader. Bedankt voor je bericht. En we gaan nog wat leuks doen dan straks. We zijn nog even aan het bedenken wat. Maar deze aflevering is speciaal voor jou, Jeroen. Kijk jongens, dit is dan weer gewoon genieten hier zo. Hier in de Wormer moet je kijken dit aan de linkerkant en dan kijk aan de rechterkant. Helemaal dichte mist. Wanneer maak je dit nou mee? Dit is toch goud? Dat zijn die kleine dingen waar je van moet genieten af en toe. Moet je kijken hoe mooi. Schitterend. Kijk, is lekker bezig die jongens. Dit nou een keer af is. Dat zal lekker zijn. Goedemiddag. Nou ja, meneer. Hier. Dat is goed? Ja. Mooi. Ja, daar boomvak, hè? Ja, daar komt het. Heel goed. Ik ga even bij de jongens kijken snel, ja? Doen. Kijk, de jongens zijn lekker bezig. Bandjes zijn hier gezet. Even kijken wat hier de bedoeling allemaal is. Allemaal lasers, joh. Jezus, joh. Kijken. Wat is hier allemaal de bedoeling? Kijk eens, jongen. Daar is hij weer. Hij ziet er ook goed uit vandaag, jongen. Niet dan. Zweet op mijn kop. Dat is altijd goed. Leuk dat je er weer bent. Blij dat je er bent. Dag, vriend. Goedemorgen, vriend. Ja, oké. Nou, jou zie ik zo vaak. Lukt het hier of niet? Het is goed dat ik erbij ben, zie ik al. De schip was te scherp voor het touwtje. Ja. Oh ja, klassiekertje. Klassiekertje. Ik zei al, hij kijkt natuurlijk trouwens. Maar waarom heb je dat? Waarom doe je dat? Kan niet, hè? Het ziet er niet uit, joh. Hey. Je staat op camera, hè? Moeten die mensen wel niet denken? Maak het uit, joh. Ik heb toch opzicht een jasje aan. Ja, ik heb wel een beetje een jasje too much, maar het ziet er wel echt heel goed uit. Mooi, hè? Het ziet er ook echt uit alsof je wat bent. Ja, daarom. Ik moet het allemaal regelen hier. Jij was er weer niet. Ja, dat is waar. Oké, ik ga het regelen, ja. Het begint hier weer lekker. Want uitbreken is blijkbaar niet zo met bandenlijn. Uitbreken zonder bandenlijn doen ze hier ook. Zie je dat? Hoe moeilijk kan het zijn? Luie machinist. Ja, maar ja, we sturen hier gewoon die grondwerker die hier is bij om uit te breken. Die moet gewoon even een sleufje graven. Maar tegenwoordig de grondwerkers die ze overal hebben, dat zijn allemaal gasten die gewoon hun zakken willen vullen. Het zo min mogelijk doen. Dat is gewoon jammer. Hier, moet je kijken. Het staat overal. Ik ben wel weer negatief, hoor. Ja, ik ben negatief. Wordt het weer een negatief vlog? Ik wil geen negatief vlog maken. We moeten wat doen voor die man, hè, voor Jeroen. Die een berichtje heeft gestuurd, die dochter. Ja. Heb ik net al een berichtje. Gaan we wat leuks doen nog, denk ik straks. Even wat leuks verzinnen. Dit is hoe het niet moet. Wel mooi werk. Heel mooi werk. Voor een ander. Ja. Zie je? Overal zit hij er nog in. Overal. Dan denk je, ja, je moet die weg uitbreken. Waarom breek je dit niet uit? Nee, dat doen wij wel weer. Ik snap het wel. Laat ons maar aan de kloten gaan. Als ze op machines kunnen rijden, die jongens, dan zijn ze ervan. Maar als ze met de hand iets moeten doen, dan staan ze een beetje appelig te kijken. Het is gewoon jammer weer dit. Daar ook, hè, die kant. Die kant ook nog, hè. Hé, jongens. Die kant rechts ook.
hoor. Jawel, morgen mag je wel komen. Morgen? Ja? Morgen kan ik niet. Jawel. Last van geen zin. Je komt morgen komen. En nee, morgen moet ik naar de buurvrouw. Nee, niks. Nou net. Kijk, zijn we aan het vliegen? Het zijn geen chemtrails. Dat ook niet. Dat ook niet. Nee, het gaat maandag regenen, dus daarom doen ze dit nu. Nu mooie blauwe lucht. Ja, maar dit is wat ze niet willen. Ze willen geen blauwe luchten. Maar ik ben bij jou aan het leren. Jij maakt mij vrij. Ja, maar kijk, einde van de dag. Ik denk over een uur. Ze zijn nu aan het tanken. Ze zijn nu aan het vol tanken. Over een uur gaan ze spuiten. Ja? Ja. En dan is de hele... Het wordt helemaal wit boven je straks. Einde van de dag heb je sluierbewolking. Sluierbewolking? Ja. Let maar op. Komt dat uit de hoekade? Sluierbewolking. Is it racist? Ik ga het zien. Dan moet ik dat eruit knippen. Zolang mijn oma niet boos wordt. Nou ja. Het is alles met de knipogen. Goed review of niet? Ja, je moet. Kijk, wat is dit voor armoede? Armoede. Jij denkt, ik kom een hele tas mee, wat zit erin dan? Niks. Wat een trommeltje. Kijk eens, Mikey erbij. Chocopasta. Zeker. Dit is het. Is dit? Een limonade. Dat is pas zielig. Beetje tempo. Trainingsbroek. Dessertbox. Trainingsbroek. Dit is het. Jij hebt brood met puree. En Mikey, wat hebben die? Eitjes. Oh ja, kijk, voed review. Lekker vers gebakken vanmorgen, croissantjes. Kijk eens. Jezus. Nog een fotootje erbij. Die vind je niet op sexy buurvrouw. Ze scammen. Is geen scam. Dat is wel wat zo. Kijk eens. Broodjes bakken, 50. Even naar Chris sturen. Ja. Even naar Chris sturen. Niet dan. Heb je een nummer? Nee. Bestellen. Maak je allemaal. Hij is ook gek, hè. Heb je hem op Insta gezet? Nee, Snapchat. Heb ik niet. Hm? Zet even op Insta en ons taggen, dan kan ik hem reposten. Nee, ik kan jou niet taggen. Waarom niet? Nee, ik kan jou wel taggen, maar geen mede-eigenaar maken. Ja, dat moet. Dobre! Dobre! Hallo! 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 Kom hier, kom! Meter! Hallo! Kom vaste zoveel of. Maar waarom? Waarom doen we? Wie doen? Of? Wie doen? Kleine collega. Geen probleem, guys. Nieuw collega. Nieuw collega vaste de zoveel. Bijna. Jezus Christus, man. Maar iedereen absoluut niet. Absoluut niet chauffeur rijden. Wat is dat, man? Een stuk maken. Hier, officieel hier vet. Vriend, dit is een nieuwe editie vetspout. Ja, maar Matthias niet blij, vriend. Misschien stuk. En, ja, zeker. Het is niet goed. Ja, zeker. Nou, oké. Okay. Meter maken. Succes. Je moet een beetje schoonmaken en een beetje meter maken. Een beetje zo maken. Thank you. Thank you. Kijk eens, kleine collega. Drie keer vaste chauffeur, toch? Kijk, hier rijden. Tank. Guys, I don't know where was our friend, but I see him. He was here. Ja, maar hier mag niet rijden, toch? Chauffeur, denk je het, maar hier, hier niet. En andere kant ook niet. Maar drie keer vaste chauffeur. Beter. 5 minuten, 3 keer. Go drinken. New record. Go drinken. Ik ook ga. De dokter afspraak maken. Psychiatrie. Psychiatrie. Is smakelijk, jongen. Alleen Matthias moet betalen voor psychiatrie, dokter. Ja, cursus. Psychiatrie cursus. Erg. Ben blij met deze jongens. Ik kan nergens mee verdienen, maar ze komen toch werken bij mij. Dus ik voel me vereerd, jongens. Echt waar. Ooit een dag gaat het allemaal goed voor elkaar en betaal ik jullie rijkelings. Maar nu eigenlijk lekker eten zometeen, ja? Dat is mijn bedankje dan. Dat is mijn bedankje. Een hele grote in deze organisatie. Hij wordt sowieso een hele grote. Kijk al een beestje, hè?
Nou, af en toe heb je gewoon een paar goede gasten die zich gewoon komen melden online. Michel van Amersfoort was er ook zo een. Gio! Wat zei papa net? Kijk daar eens. Ik zei een uurtje. Komen ze. Drie komen ze al. Illuminati, kijk, driehoek. Meestal boven zee. Boven zee beginnen ze in te spuiten, omdat die wind vaak deze kant op staat. Daarvoor staan die windmolens. Over een uur is er nog meer. En dan denk ik met de middag, een uurtje of twee, drie, heb je straks dat het één grote wolkendek is. Maar het lukt ze ook niet altijd, want ze zijn wel een beetje afhankelijk van het weer, zeg maar, ook. Ze kunnen een hoop. Maar het zou mij betwijfelen, maar je hebt zomaar kans dat over een uur is het nog meer. Dat zeg ik na de lunch, zeg maar, wordt het echt zo'n wit wolkendek. Cloud seeding, ja. Nou ja, cloud seeding is echt om de wolken, dit is meer om die zonlicht tegen te houden. Dit is vaak wat ze doen. Maar ook wel opbouwend inderdaad voor regen. Meer weermodificatie. Sinds 1941 al, hè, kunnen ze dat. In Dubai is het normaal. En steeds meer mensen beginnen inderdaad nu in het gaten. Ze horen mij praten vaak op de vlogs en dan vinden ze het grappig. Maar dit is echt al, dit kunnen ze al jaren kunnen ze dit. En de afgelopen 10 jaar is dit al dat ze gewoon, dit doen ze gewoon betaald. Uit van die zwarte fondsen. Ja. Ja goed, ze kunnen non-stop geld bijprinten. Dus ze kunnen gewoon non-stop dit regelen. Ik ga zo wel weer filmen. Pas op, hè, mijn. Als het goed is, staat hij goed. Ja, ik ga het even controleren. Even naar achter, dan heb je hem. Ik ga even checken, ja. Die hier zo zitten, die laatste, die zit volgens mij anderhalf te boven. Oké, okay, ik ga nu kijken. Ik ga nu kijken, dankjewel. Alles bedankt. Hier nou, hoe heet die? Jordi! Hier is het nummer, ik heb net naar je gestuurd. Wil je mij met rust laten? Lokoleo! Wat een beesten. Oké. Aerobica, Mega Christian. De 85, weet ik veel, 85 euro per maand of zo. Ik ga hem bellen, ja, die gozer voor 66 euro per dag. Let op. Wie is dat? Raymond Klitstra heet hij. Klitstra? Nee, hij heet Pitstra, maar we noemen altijd Klitstra. Ik ga hem bellen, ja, kijk. Hoor, dit is een mooie, dit is een gozer. Ik ga hem zo opnemen. Yeah. Raymond Klitstra. Ik zat toevallig gewoon nog aan te denken. Echt, ja. Ik zat ook net jou. Ik had weer zo'n momentje voor 66 euro per dag. Ja, ik weet nog dat je dat zei. Ben je... Hè? Is bij mij inmiddels al 75 geworden. Yeah. Wel lekker. 75 euro per dag, lekker man. Wanneer kom je nou met mij mee? Ja, maar weet je dat? Ik ben veel te oud voor jou, man. Nee, man. Jij zou echt een kijkcijfer kunnen worden. Nieuwe Christy. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Wanneer kom je dan? Hè? Ja, niet meer bereikt. Ja, dat is altijd goed op de fout uit. Ja. Hij is ook gek. Wat ben je aan de gang? Ik ben op het Duitse eiland bereikt. Yeah, leuk man. Ik zat inderdaad nog van, yeah, weer. Want mijn collega die zag af en toe wel selfies voor jou gebruiken. Dat zei je, ja, ik heb met hem gewerkt. Die ken ik wel, ja. Van 66 euro. Ja. Ik ken me nog als de dag van gisteren in, jongen. Ik was helemaal geknakt die dag. Yeah! 66 euro verdiend. Ja, weet je nog? Ja, ik weet het wel. Dat is echt niet normaal. Dat is niet normaal. Werk ze. Doei vriend, later. Oh, ja. Vorig jaar nam die op. Toen zei hij, yeah! 66 euro verdiend. Dat is mooi, jongen, was dat. Ja, die dag weet ik nog wel. Heb ik het verhaal eens verteld aan jullie? Die kennen het verhaal deels. Ik was de hele dag waren we aan het buffelen, jongen. Ik was volgens mij 18 of zo. Voetpad eruit, banden richten, erin, knallen, weet je wel. Voor de baas, meters maken, weet je wel, stampen. Het was ook 30 graden die dag, helemaal warm en zo. En aan het einde van de dag zegt hij dus zo. Van, lekker jongens, yeah. 66 euro verdiend. En ik zat zeg maar zo in mijn hoofd zo... Aan mijn bruto loon te denken. En ik was toen 18, dus wat verdiende ik? 9 euro nog wat of zo, weet ik, voor 8 euro nog wat. En in één keer kwam ik zeg maar inderdaad op dat bedrag ongeveer uit. 67 euro nog wat.
En toen dacht ik, tering hé. Ik sta hier gewoon voor fucking 66 euro per dag. Ik sta gewoon voor 66 euro per dag hier al gewoon helemaal naar de kloten te gaan. En die gasten verdienen goud geld, weet je wel. Dus ik ga helemaal naar de kloten. Ik ken het. Toen dacht ik echt, oké, dit ga ik dus niet doen. Ik denk, dit ga ik dus niet de rest van mijn leven voor dat geld doen. Dat kan niet. Ja, dat geld. Toen ben ik uiteindelijk wel voor mezelf begonnen 3 of 4 jaar later. Maar doe je het voor hetzelfde geld. Uiteindelijk sta ik hier wel weer voor. De helft van mijn jaarsalaris gaat naar de Belastingdienst. Ja, 5 maanden of zo. Wat je verdient. Ja, als ik mee verdien, daarom koop ik allemaal machines, zodat ik niet te veel verdien. Ja, nee, ik snap het. Maar ja, ik. Oké, jongens, dit is eigendom van de gemeente Wormeland. Oké, nou, gauw door. Kan wel janken. Kijk, boente. 6 cylinders. 6 cylinders. Maar niet naast hoor. Cylinder. Money, look money. Every money. Blue money. Half 4. Beetje tankprobleem. Vandaag. Iedereen hard werk, 189 meter alleen, maar niet slecht hè? Ja, daar is ook schoonmaken. Schoonmakelaar, 3-4 kuub troep. Echt trots op het team, echt goed gedaan. Kijk, check. Beetje check. Money. Everybody. Money. Thank you. Klaar. Thank you. Wow. What the fuck, ouwe? Ik heb een keer jouw knie. Ja. Ik had hier zo'n bult op zijn knie. Ja, dit is een splinter geweest die er doorheen ging. Kijk hè? Ja, van gisteren van die. Hoe de fuck kan dat zo dik zijn, joh? Zweren, hij ging hier erin. Zit nog wat in? Er zit nog wat in. Ja, misschien wel. Ik ben helemaal wel benieuwd. Het pijn? Nee. Als hij wit wordt, gaat hij ontsteken. Moet je oppassen. Hij is sterk hoor. Als hij zwart wordt, moet je oppassen. Ja, maar kijk hè. Er zit trouwens nog iemand in hoor. Ja, wie moet. Thuis even openbreken, een pleistertje met Trekzalf. Trekt hij gewoon leeg. Dat is gek. Trekzalf. Nou, later heb je koffie gezet, maar niet met het vingertje toch? Take my strong hand. Here, oh, take my hand. Ah. Please, take my strong hand. Ja. Hij weet gelijk. Ik zei net tegen, Martijn, ik zeg Stan, hij wil weg eigenlijk van deze klus. Ik zeg, hij is klaar mee. Hoezo, zegt hij? Ja, ik zeg Stan heeft autisme. Ik zeg, en hij kan het heel slecht hebben hier, hoe het hier gaat. En veranderingen en zo, en dat het niet voor elkaar is. Dus hij wilde eigenlijk niet meer komen. Vet goed. Ik zeg, hij werd vroeger ook opgegaan met een busje. Ik zei het ook net, dat busje dat kwam langs. Ik zeg, kijk, Stan komt eraan. Oké, drink koffie en dan ga ik weg, want ik ga nu weg. Redden jullie hier ook? Nee. Ga naar de bergen. Ja, ik heb nog deze even op, want dan kan ik dat tapijt terugleggen. Ik ben wel hebben of zo. Ik rij nu naar bergen. Daar eventjes helpen. Ik heb de hamburgers mee, wat drinken voor de jongens daar. Want voorman Vincent daar is lekker burgertje aan het bakken voor ons. Vroeger ook wat extra mee kon nemen. En voor de jongens in de Wormer heb ik net ook, kijk, net besteld. Die wilden lekker zwarma of dunner. Daar besteld. Dus overal gaan ze lekker eten weer. Mag ook wel naar hard werken. De jongens zullen niet komen eten, dus ik rij even zo een zandbaantje veel op. Daaromheen. Dan zeg ik meekomen eten nou. Even kijken of ik dit red hier ook. Hier Dodge. Zal ik dit redden? Hoppatee. Kijk dan joh. Eten is klaar hè? Hallo. Eten is klaar, kom. Hey. Eten is klaar. Kom. Wat is er allemaal aan de hand? Mooie foto, hè? Wat is er allemaal aan de hand? Kom! Kom, eten is klaar! Waar? Daar! Hamburgers gemaakt! Jij? Hi! Echt? Ja, hij belt jullie de hele tijd, jullie komen niet! Ja, maar nog doorwerken! Kom! 10 uur pauze! Nee, kom! Wordt koud! Kom, uitshovel!
Nee, niks problemen. Wat problemen? Echt waar, die gasten, jongen. Als het regent, gaan ze niet door. Eten, kom. Eten, wat is er allemaal aan de hand? Kijk, baan lopen, mag niet. Mag niet door de baan lopen, ja? Mag niet, hè? Niet doen, hoor. Auto ook mag niet rijden. Nee. Vet, hè? Kom, eten. Bel jou ook al? Ja, goed? Goed, goed. Oh, goed, wel goed. Lekker weer, hè, vandaag? Ja. Yeah. Oké, ik rijd er weer uit, ja. Deuk, ja, hij zat er al in. Niet jij doen. Nee, zo gekocht. Ik weet het wel van, dank je voor het tractor. Tractor, hè? Tractor. Ik hoop dat ik er nog uitkom. Ja, misschien jij te goed level, hè. Ik ga weer achteruit, kijken of dat lukt, ja. Wat is dat? Hè? Ja? Nou, zie je? Soms moet dat eventjes. Vaak ben je te bang, hè, zeggen mensen dan altijd. Ze zijn nu wel blij. Ik had ook geen zin om te lopen, zeg je ook eerlijk. Het hele stuk. Kom maar, harde werkers. Vandaag goede dag, hè? Imre ook. Maar volgende week kijken de telefoon vriend. Ja, ik heb al gekeken volgende week. Volgende week heb afspraak, kijk het daar niet. Nee, ik ook. Pas op, je hebt gedronken. Jij drinkt. Ja, vanavond. Die harde... This is after the stone in his head. Hallo, YouTube. Golonka. Hello, YouTube. What's up? Golonka is back. Kamil is back. Waar is Nukar? Alles back, but Opel troep. Ja, fucked up man. But you're here, hè? Een good energy, Camille. Yes. Very good. I see. Ja, nou, kom even lekker eten. Positieve team. Nieuw auto hier. Nieuw auto hier. Niet. Een Peugeot 206. Puin. Kijk, Chris. Ja. Slaap eens, hè. Oké, vies. Ja, dus dit is normaal. Luxe 4. Dat is normaal. Kan niet dan beter. Nee, die daar ook. Ja. Zomaar. Het is normal, maar... Wat is dat? Dust. Dit is de dust. From? From the work. Dit is de air filter. Hier zie je... Oh, that's what they meant. Ja. Yeah. Yeah. So the dust, but there is the filter. You will get scared, hè? Chris, je moet even wat leuk zeggen voor die man. Heb je het bericht begrepen? Welke man? Die ik had gestuurd in de app, die meneer. Meneer? Ja? Die Betag. Ziek. Hem laat dat? Ja, dat is de Laura. Ja, dat is de dochter. Dokter Laura. En die vader? Vader? Jeroen was het. Vader ziek. Zijn vader is ziek. Ja. En kanker? Hij is van jou. Maar hij is fan van jou. Van ons en van jou vooral. Ja. Misschien iets leuks zeggen zo. Jij moet iets leuks zeggen op camera. Berichtje sturen. Oh. Oh. Je moet het sterkte, toch? Ja, maar min jaar. Hoe zo? Kijk. We werken niet. Ik wil een kistje. Hold this, please. No, this is not so bad. In the warmer it was bad. In the warmer they feel like... Oké, okay, this is not so bad. This is not so bad. This is good. Just in case, hè. Eh? I'm gonna take hydraulica. Oh, god damn it. Een beetje gerrit helpen vandaag. Ik ken hem al bij, toch? Midden, hè. Thank you.
goed of niet? Moet ik hier nog één keer wat opgooien? Die is niet goed. Termin. Het plus. Dat is een tekeningprobleem. Kijk, ja, ja, kijk. Daarom twee banden dan hier. Jij gaven hier, alsjeblieft. Het moet de andere kant. Ik snap je. Alsjeblieft, na twee uur. Vriend. Bijna piëntig, hè. Extra cruzantje, van dat ik ook goed werken. No, Golonka. Right, no sweat, hè, Golonka. Kijk, is not again sweating. Strong. Kijk, niet hard werk. Heel veel machine doen, hè. Wat? Machine. No sweat. No chuchu. Better, hè. Heel veel machine draaien, hè. No chuchu. Ja, machine rijden. Bedankt, hè. Gereedschap, hè, vriend. Bedankt. Staat gereedschap, alsjeblieft. Alles bedankt. Hij is blij met zijn nieuw gereedschap. Ik heel blij. Christy joke, hè. Kun je dunne factuur sturen, alsjeblieft? Extra croissantje. Extra croissantje. I ask Chris 5 times if he are joking. Ja, yeah, that's why he said that. De beste. Teamfoto. 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 Oké, ik ga weer. Zeg, maak je hem nu een steen? Probleem. Hij komt het brengen, ik heb hem gebeld. Ik snel andere bakje en deze troep. Ja, doe die troep opruimen, dan ga ik wel even een drone filmpje maken. Jij nu software rijden? Nee, jullie. Ik ga even filmen. Geen zin meer heb ik. Dus de drone, ja, maar het moet... Dronepiloot aan het spelen. Vincent komt aan met show voor, ja? Door bij Vincent, gooi stenen neer. Ja, goed, beter. Home point updated. Oké. Jeroen, onze kijker, jij bent zijn favoriet. Bedankt en Jeroen, heel veel succes en sterkte. Gaat de moeilijke tijd. Ja, zeker een moeilijke tijd. Ja. Voor de hele familie, heel veel sterkte voor het gezin. We gaan jou een Vio Wegenbouw shirtje sturen. Ja, en een pet. Als cadeau. En iedereen denkt aan jou. Iedereen vond het bijzonder bericht. Heel mooi bericht. En
ja, moeilijk wat we moeten zeggen, maar ja, het is heel mooi tegelijkertijd, maar ook heel erg. En ja, ik hoop dat je in ieder geval leuk vindt dat we ja, een beetje met jou bezig zijn. Want jij bent met ons bezig, dus het is gewoon leuk. Dus wow. Chris krijgt gewoon kippenvelden van, zie je. Ja, ja, weer. Maar goed, dankjewel. En we gaan naar je toe sturen. Als je misschien het adres kan sturen naar ons, dan sturen we het naar jou toe. En ja, je bent ook nog altijd een keer anders welkom om bij ons langs te komen als je het nog leuk lijkt. Dat je in de vlog komt, want wij komen bij jou langs. Tuurlijk. Laat maar weten wat je wil. Je bent echt dat bedrijf welkom. Dat we een leuke dag kunnen maken voor jou. Dus we horen het graag van je. Bedankt. Doei. Nou, jongens zijn lekker bezig. Ik ga ook weer gauw hier weg. Ik begin de wormen helpen. Dus Gerrit is hier lekker bezig. Ga ik nog even filmen. Laat Gerrit maar schuiven hoor. Kijk nou wat een vak man. Het is wel een mooi systeem hoor dit. De shovel, die kraan erbij. Schitterend. Ook goede kraanmachines erbij. Lekker. Laat Gerrit maar schuiven, hè? Ja. En waar die hydrauliek tank zit? Ja, die zit... Niet hier of zo? Jawel, die zit hier ook. Die is volgens mij dan. Hier ook. Die. Wacht, ik moet het even uitzetten. Hier zit hier leuk. Nou, volgens mij zit er wel druk op hoor nu, hoor. Is hydraulische olie. Maar hij lekt op je koppeling, hij lekt daar erg. Kijk wat hij lekt. Volgens mij heb je nog wel genoeg. Ja, er zit zat in hoor. Meestal zit er zat in. Ja, volgens mij. Nou, ja wel. Wel tot hier. Ik denk dat je, kijk. Nou maar in dan. Draaien. Ik heb thuis een kannetje, maar ja. Heb je ook of niet? Ik heb gewoon even een nieuwe slang in. Maar is je slang lek? Wat is een lek? Ja, weet je. Spuit het eruit of toch? Ja, dan kun je beter niet meer draaien. Ja, alleen als ik hem omhoog en omlaag doe. Ja, is onder minimum. Ik ken wel wat bij, maar... Oké. Okay. Maar waar lekt hij dan? Ja, weet je. Zie je het al? Ja, Chris. Ja, maar je merkt helemaal je ledak, ja. Ja, doe ik. Oké. Doe ik, oké. Doei. Zie je waar hij lekt of niet? Nee. Zet hem eens aan dan. Moet je even omhoog en omlaag doen. Omhoog. Ja, dan spuit het eruit. Hier, oma. Ja, die. Kun je die verwisselen zelf? Heb je die of niet? Ja, moet ik even naar groot rijden, morgen. Kut. Je hebt groots op voorraad. Ik kan ze op lengte maken. Dan kom je met die slang aan. Dan moet je dat ding mee. Ja, maar het is nog iets. Ja, doe je daar op locatie? Kijk, dan haal die slang eraf. Ja, ja, ja. Moet ook nieuw hebben. Kut, man. En dan ben jij wel klaar, Henk? Ga je door? Ja, ik maak hier nog een stukje. Ja? Oké, succes dan. Zo, lieve mensjes. Het is 4:50. Ik ben weer in de fucking Wormer. Omdat het hier al weer slecht weer wordt. En niet alleen slecht weer, maar ook specie te veel hebben. En door omstandigheden konden we niet echt meters maken. Ben ik weer teruggekomen om die jongens hier te gaan helpen. Dat ze heel blij zijn. Ik weet niet wie er allemaal nog zijn.
kan wel janken. Iedereen is er nog, joh. Kijk dan. Je dacht dat ik niet meer kwam, hè? Ja, ja. Ik kan wel janken, hè. Ik was de laatste hoogte en loop de doek weg. Nou, ik ben 13 maanden gaan strijden. Ik ben niet hoort van die bank en nu wel doorzetten tot die hoogte. Die hoofdsteen. Daarachter? Ja, nog niet door dat het wat is daar dan? Ja, dat doek. En op een of andere manier heb Hussein gedacht dat hij gewoon op die oude bandlijn aan moest. Oh. Maar dat doek moet natuurlijk weer achter. Dus dat doek. Maar gaan we dat niet doen of zo? Ja? Dat kunnen we morgen doen. Andere kant even zetten. Oké. Toch? Ja, ja. Je hebt space hier lekker. Johnny zou eigenlijk komen met zijn ding, maar ja, Johnny die zijn planning, ik belde dat net. Ja, ik ken het. Die was ook, die werd er een keer gebeld van ja, moet. De zon gaat al bijna onder. Ja. Dat is niet normaal, hè? Morgen ga je dat ook hier zetten. Je kan hier dat drempel zetten, die bocht ga je er nog op zetten. Ja. Dus maken. Je kan er bijvoorbeeld ook een tuintje uithalen als je dat echt wil. Nee, die space moet even op. Ja, ja, dat is wel. Want je hebt die tuintjes kunnen doen als het slecht weer is. In principe heb ik hier die hoogte. Nee, ja. Dit is de hoogte straks van die drempel. Dit is dat ongeveer. Kun je die niet maken? Dit is, ja, dit is ongeveer die, dat punt waar die op die waar die vlak is en ik niet vind. Ja, ja, ja. Dus die heb je erin staan? Die hebben we erin. Oké, hier zou je daar misschien nog, daar moet natuurlijk het geloof komen. Ja, oké. Okay. Ongeveer, hè? Ja, ja, ja. Zou dat geloof moeten komen en dan krijg je de bocht. Nou, jullie kunnen het allemaal opvullen, dit. Ja, ja, kijk, en dat zeg ik, daar zou je misschien een klein beetje af moeten halen. Hier, hun dachten dat hij hier maar 19 was, maar dat, ik zeg die banden dan natuurlijk daar vlak, dus dat die 10 vinden van. Ja, 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 oké. Okay. Ja, 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 klopt, dat hoor ik, dat hoor ik, oké. Okay. Die kunnen we maken, die. Ja, oké, okay, dat kunnen we wel volgende week doen. Morgen deze, ja. Ja, je kan die doen, je kan deze doorzetten eraf lopen, weer deze doorzetten. Ja. Je kan er doorzetten, die bocht tussen maken. Oké. Okay. Ik denk dat je het beste. Heb ik de goede besteld? Jazeker. Oké, okay, beter. Jazeker. Dan je zei groot was die. Ja, dan is het goed. Dan moet je helemaal opgaan. Oké, okay, beter man. Goed om te doen. Tot hier, zeg jij, Tines? Ja, maar we kunnen nu even tot die hoogte. Dus als je space hier te kort komt, dan kun je dit wel weghalen hier. Maar dit is weer omdat ik dat hier in weet. Dat ik deze nog kan tellen. Ja. Naast de banden hier. Pellen. Die hoogte. Pellen. Pellen, dit zit erin. Ja. Aangevuld en al? Ja, alleen niet helemaal. Alleen niet helemaal. Ja, ja, wel joh. Heel goed. Goed zo. Oké, okay, ik ben blij. Plaatjes terug. Top. Valt mij nog alles mee dan, deze dag weer. Toch financiële lucht. Jammer dat het 5 uur is, maar... Hè? Jammer dat het 5 uur is. Wil jij hem helpen of niet? Huh? Helpen, tanken of niet? Wat? Wat moet ik mee? Daar is het lekker thuiskomen. Ik moet mee. Ja, raar hesje aan, joh. Ja, weet ik. We gaan naar huis, jongens. We gaan naar huis. Ik ben er klaar mee. Echt lang niet gesmeerd, ouwe. Ja, ik heb ook lang niet meer gesmeerd. Ik vind het ook echt kutwerk, vind ik het. Omdat het me nooit uitkomt. Hè? Het zit erin. Zit erin hoor. Ik moet even zo'n setje kopen dat ik alles kan schoonmaken of zo. Van een stok. Nee, maar je hebt van die ontvetters ook. Ja, maar dat heb ik geloofd al. Hoezo niet? Dat heb ik nog nooit gebruikt. Ik doe het altijd gewoon zo. Ja, maar alles is altijd goor. Ja, maar dat is het altijd. Dat blijft. Hebben machinisten die hier naar kijken geen advies voor ons? Want deze machinist die gooit hem met de pet na. Machinix toch? Deze machinix is een boer. Deze machinix. Jij bent ook brandweerman of zo? Nee, joh, laat zitten, maar ga naar huis, man. Wat ben je allemaal aan het doen? Hoe kan dat ook vies zijn op deze kant? Ik gebruik hem bijna nooit. Ah, man. Maar ik ga lekker naar huis, man. Jij moet nog het vers rijden van ons allemaal. Denk ik. Wat was je woonplaats ook alweer? Soesterberg. Ja, schatje. Soesterberg. 1 uur. Oh, stop me. Tering van Land, ja. Wel echt een mooie omgeving, man. Ah, ik zou zeggen, kom een keer op visite. Uurtje. Het is nog sneller, 58 minuten als je om... Ja, om snel. Nee, omdat je om... Oh, de A1 op, ja. Dit is drukker, dit stuk. Ja, ik ga ook de A1 op. In Zeist, ik ben hier wel eens bij die KNVB in Zeist geweest. Ja, dat is, een soort cursus ooit. Dat is wel een mooie hoek. Ja, ja, dat is mooi hoor, daar hoor. Mooi bomen en zo. Ja, maar het kost fijn geld dat het ja. Bepaalt. Hey, ga lekker naar huis, vriend. Wil jij wel geen huis, hè? Ja, nee. Dankjewel, man. 7 uur? Ik app je zo nog wel even. Ik vraag even aan Stan, want het is wel die woonwijk hier ook. Misschien Stan is laatst ook moe met zijn kind, maar ik zal
Dat was misschien 7:30, 8:00 of zo, maar ik hoor zo wel even. Ik denk ook wel voorstander van 7:00, maar... Ja. We beginnen van klaar, toch? Ja, dat is wel zo. Dan kunnen we die banden, even die banden erin. Ja. Dat is misschien wel mooi om te doen, ja. Oké, okay, man. De flessen vanaf. Is goed, man. Dankjewel, man. Laten we bedankt, hè. Op is die! We hebben nog een... Ja, laat zitten, maar we hebben nog... de belangrijkste. Bedankt voor vandaag. Ja, jij ook. Ik heb nog volgens mij eentje in de keten, maar laat zitten, man. Waar ben je gebleven? Huh? Ik heb thuis een hele... Ik ga een hele doos, die gooi ik in mijn auto. Deze twee moet je nog. Ja, deze... Ik gooi hem vanavond in mijn auto, ja. Hé, hey, alles bedankt. Je zei gek, hè? Bedankt voor de moeite. Zon gaat bijna onder. Die heb ik. Ja, die is van jou. Die heb ik in de keten gelegd. Wat hè? Welke sleutel? Je hebt wel jouw sleutel. Ja, maar echt niet goed. Ja, hij is niet goed, hè. Wat is de stand? Zand ligt, dan vind je hem. Dat is waar. Oké, okay, ik ga. Bedankt voor jullie toomloze inzet. Ja. Stan, ik ben hier morgen wel, ja? Gezellig. Natuur van 12 uur. Nee, niks. 12 uur. Goaltje. 150. Nee, ben jij gek? 6 uur weggereden. Dat gaan we niet doen. Ja, die laat ik staan. Ik heb geen zin meer. Marcel! Denk het wel. Of niet? Gaat wel. Je moet wat. Kijk, hier zit dicht. Gaat dit dicht? Ja hoor, mooi. Ik vind ook nooit uitwaaien. Oké, okay, alles bedankt. Klaar naar huis. The next day. Action. Dzień dobry, Kamil. Dzień dobry. We gaan een tuintje maken, maar dan speak in het Dutch, hè. Yes. Wil je het tektatschka? We gaan het in het Dutch. We zijn een tuintje aan het maken, kijk. 80-80. 100 vierkante meter keramische tegels. Ja? 100 vierkante meter. Pakken we nog even tussendoor. Het is eigenlijk niet goed getimed, want we hadden een paar zieken. En wat ook nog is, dat we door moeten in het weekend in die andere tuinen. Dus dat is een beetje jammer allemaal. Maar goed, we hebben Camille hier ook. Hij is een goede energie vandaag. Goed energy, guys. Ondanks dat zijn auto stuk is, is hij blij. Moet je kijken. Ja, easy, easy. Ja, wat een beest. Look at this. Ondanks zijn auto stuk is, is hij blij. Right now, I need to work harder because of this. Work harder. And do everything? 200 kilos. Yes. It's nothing for you, huh? Well, maybe A18. Do. Power lift. Do maar. It's heavy, or watch it. Yes, of course. Ooh. Yeah. On the ramp. Push you. Yeah, good, 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 good. Whoa, the tires, man. Lekker, hoor. Yes. Kijk, dit stukje lopen hier ook. To the garage, to the house, to the home. Ja, yeah. Maybe just take off. Oh, just take off, ja, yeah, hier ook, kijk. Or maybe. Yes. Maybe just on this one. No, do it here, it's gonna rain, it's gonna rain. Doe maar hier. Ah, you're strong, man. Good, good, good. Lekker. Like no. Okay. It's gonna break. Lekker hoor. Nou, easy. Yeah. We get the stability. Dat gaan we onder de stenen doen. Dat gaan we erin harken. Misschien nog wel zelfs mixen. Ik weet het nog niet wat ik ga doen. Maar het moet eronder. Nou, en dan weer baan maken. Camille. Yes, and he's prepared. Kijk, deze tegel komt erin. Oké. Okay. Grote. Met vacuum. Vacuum unit. How much is this? This is 80? 80, ja. 80. 3 dik. Full ceramic. Ja, yeah, duur. Ja, ik denk... How much for this one? About 70? Or? 70.
75 per piece. Yes. So, what's up? Cannot break it. Maar we have to, moet hoop zagen hier, oh. Heel hoop zagen. Rijder, hè? Hou op. 3 kuub. Go! Take rest. Zo. Lekker kruien. Hier word je sterk van, mensen. Ik ga die band even oppompen, trouwens. Dat is misschien wel handig, want ik zag dat die een beetje zacht was. Zo. Ja, we hebben een Honda binnen die wat te spelen met ons. Hij kwam net al. Dit werd leuk hier, ook. Maar goed. Ga ik die pandje even pompen. Kijk, zo'n mooie plek hier, ook. We gaan put some air in de tire, hè. Yep. Nou, we zijn even op standse klus en we gaan even een controller ronde doen. Kijk eens. Zo dan. Kijk eens. Ja, kijken wat ik kan zeggen als negativiteit, denk ik niks. Huh? Ja. Zelf kleine dingen te zien. Maar nou, die moest je zagen. Kon je niet daarin halen, dat is dan jammer. Nou, ja, wou ik echt dat bandje dan hier op die hoek. Oh, dat wou hij, oké. Anders steekt deze tegel weer hier voorbij. Zou je dat bandje niet moeten doen, maar ja. Okay. Dit loopt weer af. Kleine geitje, het is nog steeds mooi. Het is nog steeds netjes. Het is alleen. Dit heb je ook gemaakt. Deze heb ik ook gemaakt. Godverdomme, niet eens getikt. Nee, dat heb ik gewoon afgeteeld. Dik hoor, mooi. Ziet er ook goed uit, ja? Ja, heel slecht gedaan hoor. Nou, je moet die tuin nog opvullen met grond. Kijk, en dan een meenterras. Zo, een dikke veranda ook, jongen. Hij heeft zelf gebouwd. Mooi. Hij gaat helemaal gewanden inzetten en glazen schuifwanden en zo. Ben je netjes, man, hier is die goot. Dit loopt waterpas. Dit loopt waterpas, ja. Veel zand ingaan, denk ik. Ja, 15 kuub of zo. En wat zit hier, oh? Ja, die bandjes zijn een beetje kut. Hier moet hij echt wel opvullen, maar dat snapt hij zelf ook wel. Ja, gaat hij doen. Hij gaat nog steiger bouwen en zo. Ik moet zeggen, dat is echt wel belangrijk, maar dat snapt hij zelf ook wel. Die zakt ook al weg hoor. Maar... Ja, deze zakt ook al weg. Ja, maar het boeide hem niet echt. Nee, maar je moet wel wat achter, maar dat snapt hij wel. Dit is niet meer van hem, dit is van de buren. Dat is de buren, ja. Ja, dat is wel vervelend. Ik kan het niet echt ophogen. Ik was hier ook niet geweest van tevoren. Hij zei me, ja, het moet 40 centimeter omhoog. Het zijn wel bandjes van 30. 40, ja, oké. Okay. Je moet zelf even inschatten of je dan. Gewoon een paar paal nog langs. Keerbandjes. Ja. Ook een bandje uit dit gekozen. Nou, wel mooi, man. Mooi klusje. Netjes. Ik vind er alleen een beetje veel afloop, maar ik heb geen laser. Ja, maar ja. Een beetje doe je iets met een waterpas. Nee, maar ja, hoe had je het anders moeten doen? Nou ja, die hele tuin loopt af, hè, vriend. Ja, klopt. Kijk hoeveel dat afloopt. Het is gewoon. Ja, maar dit is ook. Dit... 80 centimeter. Ja, maar dit is ook die dorpsstraat. We lag op zo'n oude duinrug. Dus die, zeg maar, zo is die straat ooit ontstaan. En daarna loopt die achtertuin lopen allemaal af. Dat is normaal hier hoor. Hij zei dat zelf ook al. Ja. Vooral die slootkant hier. Want 80 centimeter lager dan daar. Je had hem minder kunnen laten aflopen daar, dat is waar. Maar weet je hoeveel zand je dan bij moet dat halen? Had je nog 20 kuub mogen halen? Ja, dat is waar. Kijk, hij gaat 2 planken omlaag zo wat op, wat is dit? 10 meter. Ja. Dus hij gaat bijna 30 centimeter op 10 meter omlaag. Maar dat is gewoon 0,30 keer 100 meter. Zit je dan? Ja, dit is zit je op 50 kuub of zo? 70 meter of zo. Heel mooi. Dat is toch iets. Heel mooi. Oké. Okay. Ja, nou zijn nog een paar tegenstaan om dat af te maken. En dan hier een bandje in. Nou, Stan, echt heel, heel mooi gedaan. Echt trots op je. Dankjewel. Grote blij, zou ik dat zeggen. Heb jij mij geleerd? Ja, kleine grasshopper. Nou, tijd om wij de wereld in te gaan. Spreid je vleugels. Ja, maar goed, deze dus. Op Stabimix gaan we ze doen. Het is gewoon een soort cement, maar dan net even wat zachter. Ik zit te twijfelen om het of aan te maken met zo'n mixer. Maar aan de andere kant, ze zeggen, je kan het er gewoon opgooien en aanharken. En dan moeten we dus in banen werken. Als je de eerste legt, dan gooi je het neer. Tik je maar in, volgende. Zo moet je gaan werken. Je moet niet gaan, ja, je moet wel afrijden, maar je moet het wel gelijk verwerken, want het wordt hard. Ja. Maar ik ga nu even meten voor de hoogte of ik... Vrij snel hard voor me. Ja, ik denk het is gewoon uiteindelijk Portland wel hoor. Alleen ze zeggen dat het beter is natuurlijk. Oké. Okay. Even kijken.
Oké. Kijk, ik wil hier ook die goot een beetje op die hoogte of zo brengen. Heel mooi. Ik dacht wel zoiets. 11,5 centimeter lager. Dus ik zou hem nog iets lager kunnen houden hier. Maar ja, er gaat nog wel wat zand op als je zo kijkt. Dus ik ga weer Freda zo bellen. Als je nog tijd hebt, kun je nog wat 3 kuub meegooien. Dat gaat er nog wel in, ben ik bang. Maar je moet niet bang zijn. Kijken, wat zit hier ook. Die? Ja, de part-out. Vlogje maken, Stanabol vlog 2. Ik zou een vlog maken. Die racen. Op Asenja. Asenja. You're driving crazy, man. Motorcycle. Yes. Niks breken, want ik heb je wel nodig maandag. Ja, ik hoop dan het niet. Dan ga ik echt naar de kloten. Nee. Ik hoop het niet. Niet vallen en zo. Maar als je valt, wil je wel filmen. Ja, sorry. Okay. Ik zal alles filmen. Als moet Shared People donatie sturen naar jou. Shared People donatie. Dat willen we niet. Doneren al 2 jaar voor niks. Ja, dan moeten we voor jou doneren. Ja, dan beter. Donatie, donatie. Als je zo'n mailtje krijgt. Donatie voor Stan. Stan is gevallen met de motor. Gevallen met de motor. Oké, nou. Bedankt. Alles bedankt. Later. Succes. Doei. Tot straks. Straks. Bedankt, thank you. Like what you... Like what you comment. Como yo.